Hey jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van DFS Team. Eerst is alvast binnen, even een blauw duimpje omhoog alvast. En er komen nog een paar hele dikke wakken aan. Zeer gezaagd nachtje in het o zo koude maart. Ja jongens, morgen, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van DFS Team. Vandaag ben ik in mijn eentje. Zoals je achter me ziet, het water staat er mooi bij. Het is al laat, want het zonnetje hier gaat onder. Maar ik ga even in mijn eentje een karp proberen te vangen. Het hele land is een rapperoer, weer als het coronavirus. Het is niet leuk allemaal, maar je mag ook niet meer met z'n tweeën buiten komen. Dus dan ga ik maar in mijn eentje vissen, want wat moet je dan? Beide baantjes en mijn school zijn nu afgezegd. Dus je hebt niet veel andere keus. Ik heb een mooi stekje gekozen. Stretchetje staat al. Kar staat daar nog. Hengeltjes liggen er mooi bij. En ik ga even opschieten, want ik denk dat het even een half uurtje donker is. Let's go! Zo jongens, het is al 7:15, ik heb nog niet gegeten. Dus ik heb hier mijn moeders lief gemaakt. Een brokkie salade. Koud en wel, maar lekker jongen dat het is. Dat is echt bizar. We gaan ervoor. Goeie shit. Zijn weer simpel. Hengel 1 wordt een running rig met een witte citrus pop-uppie. Een centimeter of 17 is denk ik. En 50 gram wortelroodje. En hengeltje 2 in een roodje. 83 gram met een strawberry bowie. Zo simpel is het. Ook deze denk ik wel iets langer. Deze denk ik een centimeter voor 18. Maar ja, gewoon prima. Ik ga ze uitlopen. Het water zal wel onwijs koud zijn. Maar het is best wel een modderlaag hier. De bodem de week van voorgaande sessies en van Chit en Daniel. Dus even doorbijten en gewoon even uitlopen, pijnrijden. Maar dan liggen we wel eens op scherp en dan liggen we goed te vissen. En dan gaan we sowieso dat vangen. Let's go! Zo jongens, het is niet normaal hoe koud zo'n waterpok is op dit moment. Het water dat is echt niet normaal. Ik denk nog maar 7, 8 graden of zo. Dus gelukkig heb ik deze warme jongens mee. Winterboots van Nash. Dus die kunnen we wel een beetje opwarmen. Zo jongens, ik ben kapot. Het is 7:55 en de hengeltjes die liggen eindelijk. Dus ik heb honger, dat staat nergens op. Ik heb er wel een bakje broccoli op. Maar de echte maat die gaat nu pas komen. Kijk eens, ik heb voor vandaag kipcorn een keer. Dat staat even lekker. Natuurlijk een vers Heinz ketchup erbij. En dan komen we de nacht wel weer door. Hij draait. Ja hoor jongens, lekker hoor, eerste vis. Ja hoor jongens, is dat even lekker dan. Een mooie schubkarper. Zo, het is nog best een dikke. Hij voelt ook wel redelijk zwaar tijdens het reel. Ah. Lekker! Nou jongens, ik ga de hengel opnieuw uitlopen. Je gaat het aasje er gewoon aan zitten. Snowmannetje, strawberry crush. Ziet er nog prima uit. Maar wat doe ik nou? Ik ga helemaal naar de overkant toe lopen. Maar als je eenmaal daar bent, kijk je ziet het aan die weg daar zo, weet je natuurlijk niet meer waar je precies in het riet terug moet zijn om bij je hengel te komen. Wat heb ik nou? Ik heb hier een lamp voor Rich Monkey. Die is normaal bedoeld om 's nachts foto's te maken op je camera. Maar die heeft dus meerdere standen en je kan hem dus ook zo zetten met groen of rood recht. Dus dat valt minder op. Je krikt het dus gewoon zo in mijn steun. Ik weet niet of het goed ziet. Ja. En dan weet ik precies waar mijn hengel staat. Dan kan ik in de rechterlijn teruglopen. En dan
rigorij weer perfect. En dan kan die volgende vis ook eraan komen. Bam. Jongens, check deze even. De vis, dat is niet normaal. Net zag ik wel wat mooi was, maar het is echt... Dat had ik niet verwacht hoor. Kijk dan joh. Ik denk dat hij al 10 kilo is. Ja, is geen weegschaal waar we die op chitten mee, met Daniel. Die zit op een grote water met grotere vis. Denk van tevoren. Dan zou je natuurlijk net zien dat ze gaan brengen. Maar ja, kijk, dit is hem dan. Strawberrykrus. Mooi het vinnetje omhoog. Hij ging, na een uurtje ging hij af. Echt een volle fruiter. Hij staat op film. Ja, echt niet normaal. Kijk dan, een beestje. Goeie flappen zit erop. Hele sterk gezonde vis. En mogen we gaan. Gewoon een beest. Prachtig hè. Gaat hij weer. Lekker! Lekker nou jongens. Ik had hier dus mijn camera staan en hier een biertje. En tijdens het pakken van de run is die omgegaan. Gelukkig heb ik een nieuwe. Zo jongen, ik had koude handen en voeten. Ik denk, ik doe even mijn vinger onder dat gastensteekje. Even opwarmen. Is mijn sok zowat in de fik gegaan. Kijk dan jongen. Het voelt helemaal warm aan. Het is net doorgebrand. Holy shit, ik had het allemaal niet door. Dat had anders kunnen aflopen. Ja hoor jongens. Weer een visje gedaan. Lekker hoor. Nummer 2, nog niet eens 12 uur. Het gaat los. Ah shit zo jongens, de vis heeft zich vastgezommen. Ik heb geen idee waaraan. Het is in het midden van het water en ik dacht dat er niks stond. Dus ik doe mijn waterpak aan en ik ga snel naartoe. Zie je zo. Zo jongens, ik weet niet wat voor geluk ik heb. Kijk, ik had mijn lampje al klaargezet. Ik had mijn waterpak aangedaan. Ik wilde naar de vis toe en opeens voel ik het riet tikken. Dus zat er toch weer actie in de lijn. Zat er weer spanning op. En die vis is losgekomen uit zichzelf. Ik schep hem. Kijk dan jongen. Hij is fucking dik. Deze denk ik wel 12, 13, 14 kilo. Dat is niet normaal. Zo is één van de grootste van het water. Oh, oh. Holy shit. Het zit vandaag zit alles mee. Wat een feest. Ziek. Dit is bizar hè. Moet je eens even kijken. Ik wou de mat goed leggen. Ik heb net de hengel uitgelopen. Visjes in het net. En kijk dan. Het is gewoon nu al bevroren. Holy shit. Dat gaat toch een partij en koud nachtje worden. Niet best. Ik ben nog geen 4 uur aan het vissen. Twee bakken op de kant. Kijk deze dan eens even. Holy shit. Deze is gewoon nog echt een paar keer zwaarder dan die vorige. Ik schat deze gewoon 12 keer. Dus ja, het is jammer dat ik geen weegschaal bij me heb. Maar hij is echt bizar. Ik denk dat hij een meter lang is. Niet normaal. Sterk. Echt een sterke polderschub. Kijk die bek ook dan. Ja jongens. Wat moet ik hiervan zeggen joh. Ik ben sprakeloos. Ik had echt onwijs veel geluk met de drill. Want hij zwom zich vast in een obstakel. Dus ik denk wel even een paar minuten op de steun gerecht. Even met de spanning op de lijn. Waterpak aantrekken. Dus ik wil naar de vis toe. Op een gegeven moment geeft hij een paar tikken op de top. Was hij los uit het obstakel. Kon hem gewoon vanaf de kant afdrukken. Dus toen had ik toch het waterpak aan. Ondanks dat het onwijs koud is, heb ik alsnog denk ik opnieuw uitgelopen een keertje. Dus die gaan nog wel een keer af. De vissen zijn helemaal los. Ondanks de luchtdruk van 1030. Maar ja, dat is niet normaal dit. Wat een beest. Dit jaar lijkt alles te lukken tot nu toe. Dat is niet normaal. Een paar dikke vissen. Spiegel. Veel runs, weinig brengs ten opzichte van Chit en Daniel. Ja, niet normaal. Daar mogen we gaan. Zo jongens, ik kan mijn vingers echt van niet bewegen meer. Volgens mij zijn ze ook helemaal rood. Niet normaal. Wat een kou. Zo jongen, bedankt voor dit moment. You can go.
Als je nog een oma hebt die je zwemt, hou hem voor me. Thanks, brother. Ja, Chit heb ook de statief mee. Dus hierbij mijn eigen gemaakte statief. De Nash Rutschig Workbox en een rood accu. Voor een scooter. Toppie. Zo jongens, morgen. Ik zie misschien een beetje moe uit. Maar het is 9 uur, ik heb redelijk goed geslapen. Ik heb nog een paar piepstaps gehad. Ik ben er niet uitgegaan. Ik dacht, ja, dat is niks. Maar kijk eens even. Mijn zweer staat wel even tegen mijn pieper aan. Dus ik ga hem eens even oppakken. Misschien toch wat aan zit. Ik ben benieuwd. Zo jongens, die vis hing er gewoon nog aan en hij is gewoon nog binnen. Niet normaal. Volgens mij was het een uurtje op 6 s'nachts dat ik die paar piepers kreeg. Dus drie uurtjes gereden. Verder helemaal niks meer gehoord. Ik dacht, nou, die is eraf. Het is een braasem of een giebel of een meerkoet. Maar hij hangt gewoon. Toppie. Zo, ik zal even het plan van aanpak uitleggen. Ik heb die ene vis gedrild, die zit in net, haakjes eruit. Ik ga het haakje even wat bijsuipen en dan ga ik die terug in het water leggen. Ik ga nog één keer uitdopen, want het is vreselijk koud. Maar ik verwacht toch nog wel iets te vangen. Dus ik ga eentje uitdopen, neem ik voer mee voor twee. En voor die tweede stek, die voer ik dan vanaf die eerste stek, voer ik die bij. En dan ga ik die vanaf de kant werken. Ik gooi er een rigrootje op, 50 gram, aan een zo'n safety grip systeem. Dus dat kan iets in de modder zakken, dat is beter dan in een rood. En dan ik heb hem op de rijkip gezet, precies op de juiste afstand. En dan hoop ik dat ik nog twee kansen heb om echt goede vis te vangen. En dan, ja, het is sowieso al een gezaagde sessie, maar het zou toch wat zijn als er nog eentje bij komt. Zo jongens, even een bakkie. En dan ga ik het visje op de foto zetten. Beide hengels liggen weer in. Op een goed bekje. Ik verwacht dat hij nog wel afgaat. Dus ja, zoals ik vannacht al zei, dit is de statief. En hier gaan de foto's opgemaakt worden. Kijk eens even jongens. Het is mooi. Strawberry Crush. Heerlijke vis weer. Kier 8-9. Prachtig. Zo zag ik dus mijn swinger tegen mijn pieper staan. Zonder dat ik echt een run heb gehad. Dus ik pakte hem op en hij zat er gewoon nog aan. Niet normaal. Even kijken. Kijk dan, dit is toch waar je het voor doet. Prachtige vis. Zo jongens, de vis die is weer terug. Wat mooi is, ik heb hier gewoon lekker een
warm bakje staan. Om zijn koude handjes een beetje op te warmen. Lekker hoor. Jongens, het is inmiddels 11:15. Ik heb best wel wat honger gekregen, dus ik ga even koken. Ik heb nog 2 kipkorst over van gisteren. Plus een beetje brokjes gedaan. En een lekker groentesoepje. Dus ik zal niet omkomen. Ik ga zo even rustig mijn laptop erbij pakken. Even een schoolopdrachtje maken. Dus ondanks het coronavirus kan dat gelukkig doorgaan. Ik krijg gewoon online lessen. Dus regelmatig tijdens de waterkant gewoon even lekker aan de school zit. Dus ideaal. Extra veel nachtjes maken. Veel video's voor jullie. Zo even komen met z'n allen de tijd van corona door. Jongens, wat wel mega chill is. Ik heb hier de powerbank van Ridgemonk. Ik heb een sigaret aansteken. Ik heb gekoppeld aan een armvormer. Daar doe ik dan een stekker in van mijn laptop. En dan kan je zo je laptop opladen en werken aan de waterkant. Klasse. Nou, mijn lieve moeder heeft aan me gedacht. Ik heb een pannetje meegekregen. Met deksel en al. Van dun aluminium. En een potje met soep. En ik lekker een groentesoepje gaan eten. Jam, jam, jam. Hey, wat, check deze nieuwe windscherm. Dat werkt perfect, want het windje staat op de kant. Zo jongens, je ziet het. Het is een chaos op zijn stek. Het tentje heb ik al opgeruimd. Alles is een beetje laten drogen. Maar dat betekent wel meteen het einde van de video. Vond je het leuk? Doe even een blauwduimpje omhoog. We proberen met man en macht om zoveel mogelijk video's voor jullie te maken in deze tijd dat iedereen veel thuis moet zitten. Dus als je het waardeert, laat het even weten in de reacties. Laat het sowieso even weten wat je van de video vond. En dan zie ik je volgende week. Tata!